Op het eerste gezicht lijkt het wel goed te zitten met de veiligheid rond het stadion. En ook op het veld is er een afvaardiging van de politie, want Danny Makkerli is in dienst bij het korps van Dordrecht. Brama is Griffiths kwijt. Thomas. Veldwijk wacht af. De bal gaat naar Van Hinten. En daar is de goal. Het is prima uitgespeeld door Pek Zwolle. Wouter Marinus is de maker van deze treffer. Iedereen rent onmiddellijk naar Bart Van Hinten. Die het perfect voorbereidt. Marcellus. Dan naar Van Hintem. Dekker. Van Hintem. Dekker loopt zich weer helemaal vrij. Wil de bal hebben. Die gaat naar Thomas. Dijkhuizen wacht af. Wordt makkelijk gepasseerd. En tikt dan Ryan Thomas aan. Het is een penalty voor Pek Zwolle. Ja, hij staat op het verkeerde been. Mooie actie van de kleine kwikzilverachtige Nieuw-Zeelander Ryan Thomas. Makkerli kan niet anders doen dan de bal op de stip leggen. Swinkels. Menig. Marcellus. Weer heel rustig en goed gevoetbald door Pek Zwolle. Veldwijk. Marinus. Helemaal vrij. Aan de andere kant staat Thomas. Niemand in de buurt. Maar Marinus slaagt er niet in om daar de bal te krijgen. Anders had Thomas zo kunnen doorlopen. Achterin is het regelmatig een enorme gatenkaas bij Rode JC. Dit is wel goed. Hakje van Jesse die de bal nu terugkrijgt van Boachi en schiet. Moeizame redding van Kevin Bejois. Maar het is voorlopig genoeg. Swinkels is niet altijd even gelukkig met zijn passing. Ook nu levert hij de bal weer zomaar in en daar wordt Menig gelanceerd. Uitstekend gekiept door Van Leer. Maar Thomas nog een keer. Thomas met een stift. Prachtig gedaan en Swinkels. Wat een spektakel in de slotfase van deze eerste helft. Van Peppe. Fijk. Paulussen gaat de lucht in. Boei. Oh, een mistrap. En dan de enorme kans. Maar het doelpunt wordt voorkomen door Bejois. En in tweede instantie is dat een voortreffelijke ingreep van Wout Brama. Swinkels. Oh, raakt de bal kwijt. Grote kans voor Pek Zwolle aan het begin van de tweede helft. Thomas. Oh, schitterend binnengeschoten. Man van de wedstrijd. Dat was hij eigenlijk al, maar nu helemaal. Want wat een overtuiging in de afronding bij Ryan Thomas. Als het helemaal fout gaat achterin bij Arjen Swinkels. Die kan wel door de grond zakken. De paas van Brama. Swinkels denkt, die keeper komt. Nee, die komt niet. Die komt te laat en dan wil hij zelf met de bal om de tegenstander heen. Dat lukt ook niet. Invaller Eiziboué. En vervolgens deze afronding van Ryan Thomas. Die er in de eerste helft ook al met een lob dichtbij was. Maar het missen van die kans maakt hij hier ruimschoots goed. 0-3. Misschien hier het antwoord van Rode JC. Jesse met het schot. Maar Bejois redt. Da Silva. Aardig bedacht. Maar Van Yves niet bereikt. Menig. Veldwijk. Gaat er vandoor.
Lars Veldwijk. Zo, dat scheelt ook niet. Met veel gevoel op zoek naar de verre kruising. De keeper gepasseerd, maar net naast de paal. Marcellus. Veldwijk. Thomas in één beweging op Van Hintem. Veldwijk vraagt om de bal. Daar gaat hij ook naartoe. Lars Veldwijk. 0-4. Schitterende assist van die linksback die altijd zo belangrijk is bij PEC Zwolle. Bart Van Hintem. Hij stond aan de basis van de 0-1 en nu dus ook aan de basis van die treffer van Veldwijk. Weer wordt er op 3-4 meter verdedigd. Ja, dat moet je natuurlijk niet doen tegen een ploeg als PEC Zwolle. Met zoveel balvaardige spelers. Van Hintem heeft alle tijd. En dan is het kwaad eigenlijk al geschiet voor Rode JC. Want hij legt de bal pan klaar voor Veldwijk. En 0-4 dus. Er valt weinig te genieten voor de mensen met een geel-zwart hart. Dat het aanvallend allemaal niet soepeltjes verloopt, dat wisten we al enige tijd. Maar daar is het verdedigen bijgekomen. Vanavond faalt Rode JC op alle fronten. Misschien hier een doelpoging, een kans. Maar het levert een rolletje op van Boachi. Nijland. Slim duwtje. Nijland om het helemaal af te maken. En dat doet hij heel fraai. 0-5. Dat zijn alleszeggende cijfers. En de ene goal was nog mooier dan de ander. Ook Nijland doet wat dat betreft een duit in het zakje. Onder aanvoering van Ryan Thomas boekt PEC Zwolle de eerste zegen sinds 3 oktober. Maar er is helemaal niets op af te dingen natuurlijk.